Timo Baarten, 3,5 jaar NEC, dames en heren. Gefeliciteerd. Na het behalen van de kwartfinales in de KNVB-beker was er vrijdag opnieuw nieuws uit de Goffert. NEC weet het Belgische talent Thibaut Baten vast te leggen voor 3,5 jaar. En dat terwijl er ook interesse was vanuit de Serie A. Toch kiest Thibaut voor NEC. Ik denk gewoon dat ik bij NEC de mooiste doorgroeimogelijkheden heb. Het is een mooie ploeg. Zeker als je ook ziet de spitsen die hier vooraf gespeeld hebben, wat die achteraf nog hebben kunnen bereiken. Als je dat kan nagaan als jonge gast, dan denk ik dat dat gewoon het perfecte beeld is. Ja. Ik ben een spits die actief is in de 16, redelijk wat snelheid heeft, sterk heeft, niet bang is voor een duel. Ik heb af en toe wel een grote mond tegen mijn tegenstanders, moet kunnen vind ik. En ik ben er gewoon om doelpunten te maken. Waarom kiest NEC nu juist voor een nieuwe spits? Nou, we zijn eigenlijk bezig geweest ook voor volgend jaar al. En dat doe je natuurlijk al het hele seizoen. En toen kwam Thibaut op de radar. En wij kwamen er de afgelopen weken achter dat we dat misschien wel eerder konden doen. En dat is voor ons alleen maar beter. Iets wat we in de zomer hadden willen doen. Er zijn wat aflopende contracten van spitsen. Er zijn een paar spitsen gehuurd. Die zullen weggaan zoals het er nu naar uitziet. Dus we hebben een vacature. Eigenlijk voor 1 of 2 spitsen. En we konden hem nu al halen. Dus we hebben gezegd, ja, waarom nu niet? Dus vandaar. Thibaut kon bij NEC zijn oud-ploeggenoot Matthias de Wolf weer tegen. Die vertrok deze zomer al vanuit Club Brugge naar NEC. Daar was vast nog wel even contact mee. Ja. Ik heb met Matthias heel veel contact gehad. En hij is ook niet de grootste reden geweest, maar wel een reden dat ik voor NEC heb gekozen. Omdat hij was er echt heel positief over. Ja. Dat het een aangename club is. Een fanatieke supportersgroep. Dat vind ik wel mooi. Een ploeg die wilt voetballen. En ik vind persoonlijk een ploeg die op het eerste niveau thuis hoort. Thibaut zal morgen al aansluiten tijdens de training van de NEC. Wanneer hij zijn debuut gaat maken, is nog niet duidelijk.